Staatsolie heeft een bedrag van $337,5 miljoen voor de regering gestort. Dat bevestigt het ministerie van Financiën via het Nationaal Informatie Instituut. De bevestiging volgde als reactie op de bekendmaking van de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland. Zondag hield de partij haar jaarlijkse congres, waarin Rusland meedeelde dat de staat $300 miljoen heeft ontvangen van het oliebedrijf. Deze storting heeft te maken met de $625 miljoen lening die Staatsolie succesvol op de internationale markt heeft genomen. In 2016 leende de overheid het bedrijf een bedrag van $261,5 miljoen. Deze lening is nu vervroegd afgelost. Tegelijkertijd heeft Staatsolie het overheidsaandeel in de Nieuwmondmijn overgenomen. Het gaat bij deze om een bedrag van $76 miljoen. Rusland vreest dat het geld verkeerd zal worden besteed. En met dat het historie die zie, ik kan even aan de regering dat doen aan juiste beslissingen. Ik denk aan juiste beslissingen. Zal het grote consequenties hebben voor Suriname. Want als een minister van Financiën hoort aan $300 miljoen, betekent dat wij, de belastingbetalers, verantwoordelijk zijn voor ook dat deel. En op rente te pismori dat hier, nou op pikireel. Die tijgumpa, in Wamung, heeft een heel bedrag tek voor Suriname, $550 miljoen. Wamung, dat bijna $40 miljoen. Wie al abi voorbij aan rente alleen. Dat je nog vast aan $550 miljoen ete. En in 2026, de alleen in verloop, aan de regering zijn is nood op een moment die we zien, dat die. En ook aan die voetbal aan $550 miljoen, wat is die? Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, gisteren tijdens het jaarlijkse congres van zijn partij, waarin hij aankondigde dat de regering een bedrag van $300 miljoen heeft ontvangen van Staatsolie. Financiën stelt echter dat met deze storting er verder vorm gegeven wordt aan de stabilisatie van de overheidsfinanciën. Deze stabilisatie zal dan ook een positief effect hebben in de verschillende sectoren van de economie. Een van de prioriteiten van de overheid is om haar binnenlandse en buitenlandse schulden te verminderen. Ook achterstallige betalingen zullen worden ingelopen.